Yo, what's up dames en heren. Het is weer matchday. Ja, Oranje gaat spelen vanavond. En we spelen de 8e finale van Euro 2020. En dat doen we tegen Tsjechië. En ik moet zeggen, het vertrouwen is groot bij het Nederlandse volk. Ik ben er nog niet zo zeker van, man. Ik zweer het je, Tsjechië is echt lastige tegenstander. Zeker voor dit Oranje. Want ondanks dat de resultaten natuurlijk ontzettend positief zijn, goed uitvallen, vind ik dat het voetbal absoluut nog een stuk beter kan. Hey, we gaan heel even kijken naar de opstelling. Maarten Stekelenburg uiteraard in de goal. Ik neem wat ik vorige keer heb gezegd. Ik neem het terug. Het kan ook echt letterlijk niet meer anders. Maar Dumfries, die speelt gewoon rechtsback. Geen gelul. Daar gaat Timber niet spelen. Die man haal je er niet meer uit. Dan Steven de Vrij, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Patrick van Aanholt. Die hopelijk wellicht nog steeds naar Ajax gaat. Of Owen Wijndal. Want we zijn op zoek naar een linksback. Patrick van Aanholt is volgens mij transfervrij. Speelde het EK. Dus ik kan me voorstellen dat er ook andere clubs geïnteresseerd zijn. Martin de Roon keert weer terug in de basis. Ten verveuren van Ryan Gravenberch. Frenkie de Jong. En Genie Wijnaldum op het middenveld. En dan voorin. Sorry jongens. Maar Wout Weghorst. Ondanks dat hij een hoge rating heeft. 84. Gaat hij er toch uit voor Donjou malen. Ik denk dat het een teken aan de wand is. Dit gaat 100% gebeuren. Je hoort ook Frank de Boer al veel te veel in de media zeggen over dat Malen in de toekomst echt een groot speler gaat worden. Bij grote clubs gaat spelen. Ik denk dat hij gewoon moet spelen. Pas beter in het spel van Oranje. Pas beter tegen deze tegenstander natuurlijk. En zijn maatje voorin gaat Memphis Depay worden. Mogelijk moet Tsjechië zijn nummer 10 missen. Darida, zoals je hem hier ziet. De aanvoerder ook tevens. Want hij is geblesseerd. De linksback is overigens geschorst. Gaan we naar het stadion. Well, what a lovely, lovely day. Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance. Great we spelen vanavond in Boedapest. Dat is een keertje niet op Nederlands bodem. Kijken hoe dat de team ligt. En ik moet zeggen, ik vind het uitshirt van Oranje vind ik echt prachtig. Niet zo mooi als degene die ik nu aan heb. Maar dat zwarte shirt is wel echt prachtig. En misschien komt dat ook omdat ik echt een trauma heb overgehouden aan het EK van 2012. Misschien kan je je nog wel herinneren. Toen hadden we ook een zwart shirt. Ook een prachtig shirt. Het slechtste toernooi wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Vanuit Oranje Oogpunt natuurlijk. This one of the great amphitheaters of the game. You are welcome to it and indeed to one of the grandest fixtures. Hier de aanvoerder dus die mogelijk er niet bij zal zijn vanavond. Well, that has got the juices flowing and now this. Daar is het Depay, Donjou Malen, Matthijs de Ligt, wat een baas natuurlijk ook, Frenkie de Jong, Martin de Roon, Patrick van Aanholt, Denzel Dumfries, Daley Blind, Stefan de Vrij, Maarten Stekelenburg en onze aanvoerder, Genie Wijnaldum. Ja, helaas gaat hij naar Paris Saint-Germain. Ik baal er toch wel stiekem van hoor. Ik had hem zo graag bij Barcelona willen zien. Frenkie bij Barça. Depay bij Barça. Al vraag ik me af of hij in de basis gaat spelen. Gaat hij natuurlijk wel voor. En dan ben ook nog eens Wijnaldum bij Barça. Naast Dest. Moet ik ook niet vergeten. A very clever central defender whose positioning and reading of the game are second to none. The way he seems to just know where a pass is headed. And he steps in to make the interception. It's very opstelling van de Tsjechen ziet er dus mogelijk anders uit vanavond. Peter and always looking to contribute towards the build-up play. Okay, interesting. En hier gaan we. Nederland trapt af. It's the whistle. Eventjes wennen wel weer, want gisteren natuurlijk PES 2022 gespeeld. Wijnaldum. Speelt echt heel anders dan PES 2021. Maar mag het niet drukken. Dit blijft een geniale voetbalgame. Ik zweer het je, als je nog nooit de PES hebt gespeeld, probeer het een keer. Je kan hem gratis downloaden. PES 2021 Lite.
Doe jezelf een plezier, man. En ja, de licenties, die ontbreken. Maar kom op, man. Dit is de betere voetbalgame. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Maar ik snap het, hoor. En niet dat FIFA een slechte voetbalgame is. Laten we dat ook niet doen alsof dat zo is. Ik had iets sneller mijn rug erin moeten draaien. Maakt niet uit. We domineren balbezit voor ons nog. Frenkie de Jong vraagt de bal. Maar de scheidsrechter stond een beetje in de weg. Ja, het wordt toch moeilijk, man? Het zijn te licht. Weinig goede afspeelmogelijkheden op het middenveld momenteel. Het lijkt even niet te staan. Memphis Depay. Kijk ook hier. Oh, that's a foul and the whistle's gone. Wel een vrije trap. It's not taken him long. Oh jongens. Hebben jullie gisteren de wedstrijd Italië tegen Oostenrijk gezien? Ik vond het wel een beetje sneu voor de Oostenrijkers, hoor. Ik bedoel, eerste helft. Ik weet niet wat ik de eerste helft heb gezien, maar ik vond het prachtig om te zien. Eerst denk je natuurlijk, dit wordt een walkover. Dit wordt een walkover voor Italië. Oké, weet je, makkie. Vervolgens, de eerste 7 minuten, is het toch vooral Oostenrijk dat gevaarlijk is. Heel even de game houden, ietsje zachter. Is het vooral Oostenrijk wat gevaarlijk was? Dus ik dacht, oh, wat gebeurt er hier? En vervolgens, jongens, die eerste helft, hè. En dan heb ik het puur over de eerste helft. Na die, ik denk, 7 minuten of zo, waarin Oostenrijk best wel gevaarlijk uit de hoek kwam. Weet je, geeft Italië gas? En het was net alsof ik een wurgslang zijn prooi zag doen laten stikken. Ze hadden Oostenrijk in een greep en lieten niet los. Echt, Oostenrijk kwam er niet meer uit. Er werd echt heel erg goed gevoetbald door Italië. Prachtig om te zien. Alleen ze scoorden niet. En dat ging op een gegeven moment ging dat toch een beetje tegen ze werken. In de tweede helft, ja, toen was het een compleet andere ploeg. Toen was het niet meer zo goed als in de eerste helft. En dan ook nog die goal van Arnautovic, die natuurlijk wordt afgekeurd. Terecht, het is buitenspel. Maar weet je, die emotionele rollercoaster. Dit is waarom ik hou van EK's en WK's, man. Ik bedoel, ik ben een clubman. Maar laten we heel eerlijk zijn. Ook als voetballer denk ik dat er niets, maar dan ook niets mooier is dan uitkomen voor je eigen land. De Champions League kan hier niet aan tippen. Maar dat is mijn mening. Zal natuurlijk ook mee te maken hebben dat het maar 1 keer in de 4 jaar is. En weet je, de knock-out structuur werkt altijd gewoon zo lekker. Er staat zoveel op het spel. Eigenlijk zouden ze elk EK en WK zonder poolfase moeten doen. Alles gewoon knock-out. En dat iedereen mee kan doen. Dus dat je niet hoeft te kwalificeren. Wijnaldum. Memphis Depay. Nee, oh, toch wel. Ik dacht, dat kan niet meer gevaarlijk worden. Nederland nog niet echt gevaarlijk geweest. Dit was de eerste kans, als je de kans mag noemen. Weet natuurlijk wel vanuit een hele moeilijke positie werd hij de goal gekopt. Uiteindelijk ook een makkelijke redding voor de keeper. Al had hij hem best wel klem mogen hebben, denk ik. Uiteindelijk niks aan de hand. Er zit geen schwung in het Nederlandse elftal. Nou, dat is in ieder geval realistisch. Want dat is in het echt ook niet. Out to the left it goes. Patrick van Aanholt. Komt die? Yes! Ha! Lekkere aanval, hoor. Oh. Memphis Depay. The Netherlands produced a lovely sequence of passes there. It's a terrific brand of football to watch. And importantly, it has a strong... Ja, goede aanval opgezet met Patrick van Aanholt, die hem werkelijk perfect afgeeft. En dan is het gewoon richting de eerste paal komen van Memphis Depay. En eigenlijk eenvoudig binnentikken. Frenkie de Jong hier sterk aan de bal. Hier de 1-2 opgezet. Doorgestoken door Genie. Winnie, ook heel vet. Ja, dit is een goed doelpunt.
En dat is het ding met PES, hè. Je voelt echt dat de bal een los onderdeel is. Terwijl dat bij FIFA echt compleet andersom is. 1-0. In de 34ste minuut. The Netherlands break the deadlock. Well, just the Netherlands break the deadlock. I think you can hear the approval from the support all around the stadium. Nou, nu scherp blijven. We willen uiteraard winnen. The Czech Republic have opted to really stretch the game now. Yeah, that's pretty evident, but what's they thinking? It looks as if we zeggen, soms heel even verkeerd, maar gelukkig weet Matthijs de licht daar nog te onderscheppen. En nu een lange bal. Wordt eenvoudig onderschept. Dan hier nog een keer. En Nederland weer. Nederland is dominant. Weet nog niet heel veel grote kansen te creëren, maar domineert wel het veldspel. Hopelijk gaan we dat ook vanavond zien. Als er maar gewonnen wordt. Dat is het enige wat telt. En sowieso, ik heb echt mooie wedstrijden alweer gezien, man. Heb je ook Denemarken gezien? Wat een wedstrijd was dat, joh. Echt prachtig en prachtig om te zien. Tegen Wales natuurlijk. Wonnen uiteindelijk met 4-0. Maar ik zeg je heel eerlijk. Mensen praten over een rode loper richting de halve finale. Ik ben het totaal niet mee eens. Tsjechië is vanuit historisch oogpunt toch echt een lastige tegenstander. Waar Oranje het echt moeilijk mee heeft. Die ons natuurlijk ook heeft uitgeschakeld in de kwalificatie voor het EK. Memphis Depay. En dan de Denen. Ja, de Denen spelen gewoon goed voetbal. Waar hebben we het over? De Denen spelen gewoon goed voetbal. Beter nog dan Engeland bijvoorbeeld. Dus ik denk niet dat ik zo blij zou zijn met de Denen. De leeft daar ook iets. Er is een teamgeest waar je echt bang van wordt. En laten we niet vergeten wat er ook nog eens is gebeurd met Christian Eriksen. Het speelt allemaal mee. Ik speel niet graag tegen de Denen, laat ik het zo zeggen. Althans, ik speel er graag tegen. Maar ik ben er niet heel zeker op, hoor. Je zet Ryan Gravenberg zetten we erin voor Martin Maroon. Die rijden we heel even om met Frenkie de Jong. Dus Frenkie vanaf de rechterkant, Gravenberg vanaf de linkerkant. En misschien, heel misschien, moeten we de Jong gewoon vanuit een defensieve rol laten voetballen. Dan komt hij denk ik sneller aan de bal in de opbouw. We gaan het bekijken. Maar die Denen. Nee man, ik ben er niet gerust op. De Denen zijn echt een gevaarlijk ploegje. En ik denk heel eerlijk, op dit moment beter dan Nederland. En niet dat ik dan liever Italië of Spanje of Frankrijk had gehad hoor. Nee, zeker niet. Maar ik vind dat er een beetje te makkelijk wordt gedacht hier in Nederland. Oh. Ik telde hem al. Oh, dit was een goede voorzet wel, maar kijk de paai ook lopen. Kijk hem azen en dan mag je toch wel verwachten dat hij hierin invliegt. Was daar deze week ook nog het grote nieuws, jongens, dat Steven Berghuis, hoe spreek je het uit? Laat ik zeggen Steven, het is een Nederlandse jongen. Ik kan me voorstellen dat het dan Steven is. Steven Berghuis. In een belangstelling van Ajax. Een klein dispuut tussen speler en club. En club en club. Want Steven Berghuis is in de veronderstelling dat hij mag vertrekken bij Feyenoord voor een bedrag van 4 miljoen euro. Feyenoord denkt daar het zijne van. Feyenoord denkt, nee vriend, we hebben afgesproken dat we een bedrag van 4 miljoen aanhouden. Wat volledig voor de club is. En alles boven de 4 miljoen. Dat we dat samen verdelen. Oh. En daar ligt het geschil een beetje in. Het kamp Berghuis erkent dat alles boven de 4 miljoen samen verdeeld wordt. Maar zegt ook, nee, dan mag hij ook gewoon voor 4 miljoen weg. Wij hoeven niet meer dan 4 miljoen te ontvangen. Dus wij... Sorry hoor, ik zit heel even ook in de aanval. Dus wij gaan akkoord met die 4 miljoen. En dan krijgen we zelf... Ah jongens, wat is dit toch joh? Ik zweer het je, we gaan de deksel op onze neus krijgen joh.
En Feyenoord, die heeft zoiets van, nee. Het feit dat we hebben gezegd dat we alles boven de 4 miljoen verdelen, 50-50, wil niet zeggen dat we je wegdoen voor 4 miljoen. En je bent ook verreweg meer waard dan 4 miljoen, dus dat lijkt ons geen eerlijke transfersom. Daar zal nog het nodige over gezegd gaan worden. De zaakwaarnemer van Steven Berghuis, die is in ieder geval in de veronderstelling dat hij voor 4 miljoen weg mag. Ajax dus geïnteresseerd. Het schijnt dat ze er ook eigenlijk wel uit zijn met Steven Berghuis. En dat eigenlijk alleen nog... Ze wilden gewoon niet in doen. En dat eigenlijk alleen de clubs er nog uit moeten komen. Ik denk persoonlijk... Hè, zeker als je er al uit bent met spelers, zoals dat zogenaamd zou zijn. Het gaat wel rondkomen, man. Weet je, 4 miljoen is natuurlijk geen geld. Zeker niet voor zo'n speler. Maar laten we heel eerlijk zijn, hè. Dat is hier voor 8 miljoen ook niet. Laten we even ter vergelijking. Sean Kleiber, die was bijna 8 miljoen euro. Oh, Chip! Nee! Wat is dit? Oh, Tsjechië heeft toch wel een engeltje op de lat zitten, hoor. Wat is dit? Dit was een prachtige chip. Maar wat ik zei, weet je, voor 8 miljoen is hij het ook waard. Ik denk persoonlijk dat Ajax en Feyenoord... Feyenoord doet nu moeilijk, terecht. Zeer terecht. Feyenoord doet moeilijk. Ik denk dat Ajax en Feyenoord... het eens gaan worden over transfersom van 6 miljoen. Weet je, ga je precies in het midden zitten. Deel je het verschil tussen vraag en aanbod. Feyenoord ontvangt meer dan 4 miljoen. Ajax heeft nog steeds een geweldige speler voor 6 miljoen. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat Steven Berghuis een aanwinst is voor Ajax. We weten natuurlijk, Idrisi is vertrokken. Neres gaat waarschijnlijk vertrekken. Daar gaat de club eigenlijk al wel een beetje van uit. AC Milan zou bijvoorbeeld op het vinkertouw zitten voor David Neres. Welk bedrag daarmee gemoeid is, geen idee. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden hadden het over een bedrag van 50 miljoen. Ik denk dat dit keer niet gaat gebeuren. We hebben natuurlijk de hele crisis waarmee we te maken hebben gehad. En wat nog steeds gaande is. En hij is natuurlijk veel geblesseerd geweest. Gewoon niet zo'n goed jaar gehad als voorheen. Bam! En dit is de samenwerking die je wil zien. Tussen Memphis Depay en Donny Malen. Lekker combinerend in de 16 van de tegenstander. En schiet hem vervolgens met een verwoestend schot hard binnen. Een paas van Gravenberg. En hier uiteindelijk de 1-2 met Depay. Hij schiet hem dan heerlijk binnen. Kijk, hier de paas van Gravenberg. 1-2. Rensen direct de tegenstander voorbij. En een beetje zo vlot op die eerste meters. Kan niet meer achterhaald worden. En hier is hij. Donny Malen. Nou, weet je, zetten we er ook alvast even een toekomstig Ajax-seat in. De laatste 10 minuten. Moet gewoon kunnen, toch? En dan doen we dat in plaats van Denzel Dumfries. Steven Berghuis. Komt hij. En dan zetten we hem hoger. En dan zetten we hem gewoon hier. 2-0. Kan. We kunnen een risico nemen natuurlijk. Je moet dit gewoon zien, hè. Dit is een erewissel. Publiekswissel. Voor Denzel Dumfries. Kijk, hij eist hem ook op. Niemand klapt. Dus erg stil in het stadion. Pijnlijk voor Denzel. Die zo'n fantastisch EK-kind. En hij blijft maar zwaaien, maar krijgt de liefde niet terug vanuit het publiek hier in Boedapest. En Nederland op een comfortabele 2-0 voorsprong. Hey, overtreding. Donny Malen lijkt toch wel redelijk aangedaan. Darida hier met de gele kaart. Is er dus vanavond mogelijk niet bij. De tijden van het opnemen was daar nog geen duidelijkheid over. Berghuis.
Nee, dit werkt niet zo. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Berghuis er wel twee keer tussen. Maar weet de bal niet in de ploeg te houden. Moet hem hier winnen. Dat doet hij ook, maar raak hem vervolgens weer kwijt. Verovert hier alsnog de bal. Ja, het is erg druk hier. Ik probeerde hem gelijk door te tikken, maar moest nog heel even wachten. En dat was te lang. Tsjechië lijkt toch wel aan te zetten. Met een eerste schot op doel eigenlijk. Niet heel gevaarlijk. De keeper really dug out his defense then. A magnificent effort. Played out to the right. En hier Berghuis. Nee, krijgt de bal niet lekker mee. Vervolgens kans verkeken. Mag het hier alsnog doen. Vroege voorzet. Gaat mis. And it's hoisted clear. And it's Wijnaldum. Mag het nog een keer proberen. Weer een vroege voorzet. En door Jan Malen. Oh. En überhaupt die transfer van Steven Berghuis, als we het er nog even over hebben, lijkt toch nog steeds belangrijker te worden. Want Ajax lijkt naast Sulemana te grijpen. Sulemana was natuurlijk in Nederland. Voor een medische keuring zijn die positief te hebben doorstaan. Maar het lijkt een last minute kaper op de kust. Dat schijnt Manchester United te zijn. En we zijn eigenlijk allemaal een beetje bang dat we hier een Richarlison 2.0 te zien krijgen. Was natuurlijk ook rond met Ajax. Zou naar Ajax gaan en vertrok vervolgens naar Engeland. Ik weet niet meer welk team het was. Dat is volgens mij niet Watford, maar verscheen uiteindelijk bij Everton en deed het daar ook natuurlijk fantastisch. We gaan zien hoe het gaat lopen met Sulemana. De clubs zijn eruit, spelen en club waren eruit. Er was wat gesteggel met zijn zaakwaarnemer, maar nu lijkt er weer een andere club tussen te zitten. De speler is inmiddels ook weer terug in Denemarken. Ja, dure speler ook. Volgens mij gaat Ajax 15 tot 17 miljoen betalen voor hem. Ik heb geen idee of die goed is. Ik ken hem niet, moet ik ook heel eerlijk in zijn. Van Steven Berghuis weet ik vrijwel zeker dat hij een versterking is. En ook een Nederlandse jongen, wat ik ook gewoon cool vind. Maar we gaan het zien jongens. Steven Berghuis misschien naar Ajax, Sulemana misschien alsnog naar Manchester United. Maar dat is allemaal gelul in de marge. Want we hebben het vandaag over Oranje, over de 18e finale op Euro 2020. En we gaan winnen jongens. We gaan winnen 2-0, doelpunten van Memphis Depay. En Donjo Malen. Hoe kan het ook anders? Gooi jouw voorspelling hieronder in de... ik wou zeggen hieronder in de toekomst. Ook heel mooi, maar hieronder in de comments. En mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet niet een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. En heel veel plezier bij de wedstrijd vanavond. Ciao.